Nou, ik ben blij dat ik mijn twee stiefdochters nog heb. Want anders woon ik inderdaad alleen maar met mannen in een huis. Maar het is ook alweer lekker rustig. Nou, ik klets met papa super vaak over voetbal. Dus ik denk, als ik iets over voetbal moet zeggen, ga ik eigenlijk altijd naar papa. Hoezo? Ik weet ook wie Casper Dubbelberg is. En Marco van Basten. En en een derde. Koeman. Hey, wie kent hem niet? Ja, met die kleinste man in huis gaat het heel goed. Met Bobby gaat het heel goed. Dat is nog zo'n wezen wat zich volledig overgeeft aan je. En ik ben natuurlijk zijn totale voedingsvoorziening. En Zion die komt iedere dag. Ik hoor iedere dag zo klik. Hi jongens. En dan zou je denken, komt hij dan om te eten of zo? Of dat ik zijn was moet doen? Nee, die komt dan alleen maar om aan zijn kleinste broertje te snuffelen. En dat is heel lief. Dat leukste ben ik, thuis, denk ik. Nee, dat vind ik wel van mezelf. Ja. James, dus. Nou, ik ben toch wel het grappigst? Nee hoor, ik denk dat mensen jou grappiger vinden dan dat je thuis bent. Volgende vraag. Of het is papa, ja, het is papa gewoon.